Hey allemaal en welkom bij een nieuw filmpje. Ik heb twee producten of twee nieuwe dingen in huis die ik graag wil uittesten. En als eerste is dat dit Natasha Denona paletje. Het is mijn allereerste Natasha Denona palet. Hij heet de Mini Star palet en daar zitten vijf kleuren in die ik prachtig vind. En dit zijn ze. Dus daarmee gaan we een ooglook maken vandaag. En ik heb dan ook nog een Huda Beauty Liquid Lipstick setje. Deze, die ik ook wil testen. En die ik gebruikt heb. En die is ook echt super mooi. Dus let's go. Mijn oogschaduwprimer zit er al op. En ik ga als allereerste een beetje van een highlighter aanbrengen onder mijn wenkbrauw. En ik gebruik hiervoor een duo van de Action. En ik ga die lichtste kleur aan deze kant dus gebruiken. En ik ga dat dus aanbrengen onder mijn wenkbrauw om daar een beetje definitie te geven. Niet te veel, eigenlijk echt onder het hoogste punt van je wenkbrauw. Uiteraard ook aan de andere kant. Voilà. Dan ga ik in het Natasha Denona paletje en ik ga voor deze tweede kleur, die hele lichte. En ik ga die aanbrengen in mijn arcadeboog. En dat heel goed uitblenden. En uiteraard ook aan de andere kant. Dat is een perfecte transitiekleur om eigenlijk andere kleuren mooi te laten overlopen in elkaar. En dan ga ik met nog een crease kwast, zoiets als dit, in die donkere kleur. En dat ga ik aanbrengen om die arcadebogen nog een beetje meer diepte te geven. Dus je gaat dat zien, dat dat nog een klein beetje meer dieper wordt van kleur. Ook om meer definitie te geven. En altijd bij gelijk wat dat je doet van make-up look is het heel belangrijk om te blenden, om alle kleuren mooi in elkaar te laten overlopen. En uiteraard doe je dat ook aan de andere kant. En ik breng die donkerste kleur ook aan, zo hier in mijn buitenste ooghoek. En blend dat een beetje naar binnen toe. Zodat je hier kan zien. En uiteraard ook aan de andere kant. Dan heb je in dat paletje drie prachtige glanzende kleuren. En dat is deze. Ik heb een kleedje aan met blauw. En ik dacht, dat zou er misschien wel goed mee passen. Dus daarmee ga je met een gewone oogschaduwkwast ga je dat aanbrengen op je bewegend ooglid. Dus dat is hetgene die beweegt, omhoog gaat. En heel mooi aan deze kleur is dat dat zo een rood-bruine ondertoon heeft, maar met een groene glans daarin. Dus naarmate de lichtinval is je oogschaduwkleur eigenlijk anders. En dat vind ik altijd wel leuk als een oogschaduw zoiets speciaal heeft in feite. En je zorgt dat dat mooi geblend wordt. En dat je zeker ook mooi tegen je wimperrand bent beneden. En uiteraard doe je dat weer aan de andere kant. Je kan dat niet van de eerste keer direct allemaal perfect doen. Je kan dat niet direct allemaal van eerste keer heel mooi blenden. Het blenden vraagt wel wat inspanning, zou ik zo zeggen. En dat is dat. Dan ga ik met een kleine ronde kwast toch nog in een glanzende kleur. En ik ga die allerlichtste gebruiken. Deze. En ik ga die aanbrengen in mijn binnenste ooghoek. Zo. Hier, zodat dat
je ogen een beetje oplegt. Dat is zo. En dan ga ik met die matte kleur, die matte donkerbruine kleur weer, dat ga ik aanbrengen op mijn onderste wimperrand, maar zo meer een beetje in mijn buitenste ooghoek. Dus ik ga dat een keer tonen. Eigenlijk meer concentreren aan de buitenkant. Tot aan het midden toe. Als je nog niet echt tevreden bent van de bovenkant, kan je nog een keer met die fluffy kwast daarin gaan en de buitenste randjes mooi laten in elkaar overlopen. Zo. En ook hier uiteraard. Ik ga nog een klein beetje van die groenige glanzende kleur aanbrengen. Hier, want door te blenden vervaagt dat soms wel een beetje. Dat is dat. Ik heb besloten om vandaag geen eyeliner aan te doen. Enkel mascara. En de mascara die ik vandaag ga gebruiken is de Too Faced Better Than Sex mascara. En daarvan ga ik 2 laagjes aanbrengen. Ik vind die goed, maar het is niet een van mijn favoriete formules, maar hij is zeker niet slecht. Maar ik zou hem niet aankopen in een full-size variant. Vroeger wisselde ik heel veel af van verschillende mascara's. Maar ondertussen heb ik er een paar gevonden waar ik heel, heel, heel tevreden van ben. En ja, dan wil ik dat zo eigenlijk een beetje houden. Want je kan blijven proberen en blijven proberen en blijven proberen. En ik hou heel erg van de Chanel Le Volume mascara. Ook heel erg van Monsieur Big van Lancôme. Vind ik ook heel leuk. Dan een budget mascara van The Action die ik ook heel heel leuk vind. Goed, die eerste laag mascara laat ik een beetje opdrogen. En dan ga ik een klein beetje foundation aanbrengen. Ik breng niet veel foundation aan. Eigenlijk enkel en alleen op die roodheden in mijn gezicht. En mijn favoriete foundation die ik nu al een hele, hele lange tijd graag gebruik, is deze van Jane Iredale, de Glowtime BB... Wat is het? Glowtime Full Coverage Mineral BB Cream. En ik breng dat aan met zo'n kwast en ik gebruik echt heel, heel weinig. Dat is een hele, hele geconcentreerde BB crème eigenlijk. En je hebt er echt niet veel van nodig om roodheden te verbergen eigenlijk. En ik breng dat zo'n beetje aan al stippeling of stippelend, like of dat ze zeggen. Zodat je hem echt in je huid werkt. Goed blenden uiteraard. Dat hoort bij alles dat je heel goed moet blenden. Deze werkt trouwens ook mega goed als concealer, moest je dat willen. Maar ik ben geen fan van concealer. Van een gewone concealer en deze werkt eigenlijk wel perfect. Dus je hoeft hem zelfs niet helemaal als foundation te gebruiken. En ook zeker altijd heel goed aan je kin. Of je dubbele kin. Uitwrijven. Ik breng niet veel foundation aan op mijn voorhoofd in feite. Maar ik blend gewoon uit wat ik heb. Ik heb hier ook like een muggenbeetje of zo. Uiteraard kan je kan die foundation zo dik leggen of dat je wilt. Ik hou er niet van. Ik heb hem gewoon graag als een BB-crème. Dus ik hou het bij dat. En nu ga ik nog een keer een laagje mascara aanbrengen.
Voilà, dat is zo. En nu ga ik voor uiteraard een beetje bronzer. En ik ga dit paletje van de Action gebruiken. Er zit daar ook een bronzer in. Hij is niet helemaal over de top bruin, bruin shaping bronzer. Nee, dat is het niet. Hij is eigenlijk heel subtiel. En heeft terwijl ook een beetje een matterend effect. Dat is dat. En de blush die ik vandaag ga aanbrengen is er eentje van MAC. En hij heet Hot Planet. En Hot Planet ziet er zo uit. Het is zo'n baked blush in feite. Met hier al zo'n beetje een mauve toon. Roze mauve. En hier krakelé. Of ik weet niet hoe ze dat zeggen. En dat zijn ze. En als je die mengt op je huid krijg je een hele mooie kleur. En dan breng je dat gewoon op mijn wangen uiteraard. Je kan deze heel subtiel doen, maar je kan deze ook heel intens doen. Afhankelijk van wat je graag ziet uiteraard. Maar wat je ook wel hebt is dat als je dan nog een keer met je setting spray sprayt, dan worden alle kleuren eigenlijk nog een beetje intenser. Dus dan is het misschien wel belangrijk om het niet te fel aan te brengen. En dan heb ik nog iets nieuws die ik wil testen voor op mijn lippen. En dat is een nieuw setje van Huda Beauty. Ik ben sowieso al fan van haar liquid lipsticks. En ze bracht er een setje uit met vier nieuwe. En dat is het Haze setje. Beetje zo meer de herfstige kleuren. En daar zitten vier kleuren in. Venus, Savage, Legend en Billionaire. Billionaire is een hele donkere kleur, dus dat ga ik vandaag niet aandoen. En ik denk dat ik voor Legend ga gaan. Dit zijn ze. En ik denk dat ik vandaag voor Legend ga gaan, omdat het eigenlijk wel nog een mooie zonnige dag is vandaag. Dus ik wil niet te donker gaan met de lipstick. De Huda Beauty Liquid Lipsticks die zijn echt heel, heel vloeibaar. En er zit daar wel een beetje alcohol in. Maar meestal ruiken ze, over het algemeen ruiken ze heel erg naar vanille. Maar doordat er die alcohol in zit, dat verdampt heel snel. Waardoor dat ze heel snel opdrogen. En waardoor dat ze heel, heel lang blijven zitten. Zo'n mooie kleur. Echt een hele mooie kleur. Dus dat is dit. Ik ga de camera een beetje uitzoomen. Voilà. Ik moet nog sprayen met een setting spray. En op een niet zonnige dag gebruik ik graag deze Glow Intensity van de Primark. Dat is een shimmering setting spray. En in zonlicht zie je wel dat je zo allemaal van die kleine glittertjes hebt dan op je gelaat. Dat ga ik vandaag niet doen, maar ik ga wel gewoon deze van de Action gebruiken. Het is de oude verpakking, hij zit in een nieuwe verpakking, maar ik had deze nog als backup. En ik vind die heel heel fijn, dus die gaan we aanbrengen. En deze heeft echt een hele hele fijne nevel dat hij heeft. Het is echt heel heel fris dat het aanvoelt. En dit is het geworden. Het is geen uitgebreide make-up look. Het is eigenlijk zelfs redelijk snel gegaan. Het is iets die je dagelijks kan gebruiken. En ondertussen heb ik mijn nieuw Natasha Denona paletje kunnen uittesten. Hopelijk vonden jullie zo'n stap voor stap make-up filmpje nog een keer leuk. Want ik doe dat eigenlijk niet meer zo heel veel. Maar het is wel mijn passie om mezelf op te maken. Dan zou ik graag hebben dat jullie liken, abonneren, meldingen inschakelen, een reactie achterlaten. En dan zie ik jullie volgende week terug. Bedankt om te kijken. Doei!